Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Deze keer gaat de video niet over mij, maar over mijn fluffy huisdier Barry. Hij zit hier netjes, ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij woont nu ongeveer een half jaar hier bij ons en ik kreeg via Instagram de vraag of ik misschien een keer een video over hem op wilde nemen met zijn favoriete spulletjes, wat ik hem te eten geef, welke speeltjes hij leuk vindt en of ik tips heb over hoe je aan een kat kunt komen, hoe je aan een raskat kunt komen, waarom ik gekozen heb voor een wat oudere kat eigenlijk. Mocht je mij op Instagram volgen en mocht je dat nog niet doen, zou ik je zeker aanraden om dat te doen, want ik plaats heel vaak hele leuke stories over Barry, want het is echt een super gek en leuk beestie. En ik heb zelf hem zijn eigen highlight gegeven, zodat daar dus alle stories komen die over hem gaan. Dus mocht je zeg maar super veel katten stories willen zien of Barry stories eigenlijk, dan kan je die daar allemaal vinden. Nou, Barry is alweer 4,5 jaar en dat is een Heilige Birmaan Chocolate Tabby Point. Ik heb hem van een ketterie vandaan en die heet Heilige Birmaan Ketterie Sint Agatha. Ik ben natuurlijk, zoals jullie weten, opgegroeid met een andere kat, Shabby. Die heb ik ook op mijn arm getatoeëerd staan. En Shabby is zo'n 4 jaar geleden overleden. Ongeveer een jaar na Shabby heeft mijn moeder een andere kat geadopteerd. En dat is Rama. Die hebben jullie ook wel eens voorbij zien komen in video's. En Rama die woonde bij een baasje, maar die werd daar niet heel erg goed behandeld. Iemand anders was weer op zoek voor een nieuw adresje voor Rama, zodat hij in een huisje zou komen waar hij gewoon meer aandacht en meer liefde kreeg. Via die situatie, dus met Rama, heb ik gewoon gezien dat er ook echt oudere katten zijn die een nieuw huisje nodig hebben. En dat is vast niet bekend, want je hebt natuurlijk asielen vol met allemaal katten en honden en andere soort dieren die wat ouder zijn en die ook een nieuw huisje zoeken. Dus ik had ook zoiets in mijn hoofd van als ik een nieuwe kat wil, dan wil ik ook heel graag een kat die wat ouder is in plaats van dat ik voor een kitten ga. Ik bedoel, kittens vind ik echt super schattig en super lief. Maar toch had ik echt zo'n gevoel van, ik wil wat liever een kat die wat ouder is. Dus met die gedachte ben ik online gaan kijken. Ik heb eigenlijk vooral gebruik gemaakt via de website kittentekoop.nl en dan de pagina herplaatsers of herplaatsing, een van de twee. Je kan natuurlijk ook op Marktplaats kijken, maar ik had toch beter gevoel bij de kittentekoop website, omdat je daar vooral heel veel raskatten had. En daar was ik eigenlijk naar op zoek. Nou, daar heb ik meerdere keren gekeken. Soms ging je er gewoon weken voorbij dat ik niet meer keek. En ik ben echt zo'n persoon dat altijd een gevoel moet hebben met iets. Dus ik zag op een gegeven moment ineens de foto van Barry. En ik was echt in één klap verliefd. Dit is hem. Hier voel ik gewoon heel veel bij. Dus ik had gewoon gelijk de advertentie eventjes geprintscreen. Doorgestuurd naar mijn moeder. Doorgestuurd naar Tara. Van oh my god, moet je kijken hoe ontzettend lief is die. Na 2 dagen had ik iets van ik ben echt nog steeds verliefd op hem. Ik ga een berichtje sturen naar de aanbieder. Ik heb mij daarin voorgesteld. Ik heb mijn situatie beschreven. Ik heb beschreven hoe wij hier wonen. Een paar dagen later kreeg ik eigenlijk gewoon het bericht terug van dat mijn situatie precies was wat hij zocht en dat ik dus langs mocht gaan komen. Dus dat hebben we gedaan. We hebben Barry van tevoren ontmoet en ik kon daarbij ook gelijk de aanbieder of eigenlijk de ketterie even goed leren kennen. Ik vind dat wel heel erg belangrijk, want het is heel erg fijn om te weten of die een beetje uit een goede omgeving is gekomen. Misschien vragen we af van waarom moest Barry herplaatst worden en dat is eigenlijk omdat hij een dekkater is geweest. Dat betekent dat hij eigenlijk gebruikt werd om nieuwe Heilige Birmanen nestjes te maken. Maar de eigenaresse vond dat het tijd was om hem met pensioen te laten gaan. Dus hij is gecastreerd voordat hij naar mij toe kwam. En hij kon eigenlijk al jaren niet goed in de groep samenwonen met andere poezen en de andere katen die daar ook woonden. Dus Barry leefde eigenlijk al best wel heel erg lang apart. Waardoor hij niet zoveel aandacht kreeg als dat hij eigenlijk verdient. Daarom was ze op zoek naar een nieuw adresje. Nou, zoals je in de video kon zien die ik eerder had geplaatst, zag je echt dat hij heen en weer aan het rennen was. En dat springen. Het is echt een karatekid. Best wel een pittige kat. En van tevoren had ze me dat ook verteld. En had ze eigenlijk ook verteld dat Barry niet samen kan met andere poezen en katten. En dat is voor mij op zich geen probleem, want ik was toch niet echt van plan om meerdere katten in huis te nemen. Natuurlijk is het wel een soort van droom van mij dat hij samen met Rama zou kunnen. Dat echt die twee witte fluffboeven samen rond zouden kunnen lopen in huis. Als ik bijvoorbeeld een keertje een weekendje weg ben of even op reis ben, dan zou het wel fijn zijn als mijn ouders zouden kunnen oppassen. In principe lijkt het er dus op dat dat niet kan. Wie weet dat we ooit in de toekomst toch iets gaan proberen om te kijken van hoe gaat het. Maar ik weet niet of dat een beetje te veel stress gaat opleveren voor die twee. Het is ook echt eentje die heel graag aandacht wil. En ik vind het vooral ook echt een super sociaal en gezellig dier. Hij zit hier nu bij me. En hij vindt het gewoon super gezellig om bij mij in de buurt te zijn en loopt echt overal achter me aan. Volgens mij hoort hij nu mijn vriend. En wilt hij daar dan weer naartoe? Waar is hij nou? Weer naar buiten. Dus eigenlijk altijd waar ik ben, daar is Barry. En als ik met mijn vriend op de bank zit, dan komt hij ook gezellig erbij zitten of ertussen zitten. Of hij komt achter ons bij ons nek liggen. Dus het is echt een super gezellig dier. En ja, dat is gewoon heel erg leuk.
Nou, wat natuurlijk wel eventjes wennen was, was de hoeveelheid witte haren. Ik zit nu standaard onder de witte haren. Hoe erg ik ook aan het spelen ben met kledingrollers en van die andere soort borstels. Maar dat is natuurlijk iets wat gewoon, waar je gewoon totaal niet aan kan ontkomen. Maar zijn vacht is tegelijkertijd wel heel erg makkelijk te onderhouden eigenlijk. Dat is ook een beetje een eigenschap van een heilige Birmaan. Zij hebben half lang tot lang haar. Hun haar is zijde zacht. Dus het is super glad. Soms als je hem vasthoudt, dan glijdt hij bijna uit je arm. En dat zorgt er ook tegelijkertijd voor dat hij best wel makkelijk te onderhouden is. Hij krijgt dus niet zo heel erg snel klitjes. Je hoeft hem niet elke dag te borstelen. Ik denk dat ik het ongeveer 1 of 2 keer in de week mee doe. En ik merkte op een gegeven moment dat de kammen die ik had niet echt voldoende haar eruit haalden. Terwijl ik wel zag van joh, er moet echt meer haar uitkomen. Want overal in huis lagen plukjes en dergelijke. Dus uiteindelijk heb ik een kam gekocht die mijn moeder ook had aangeraden. En via Instagram kreeg ik die ook aangeraden. En dat is een kam met langere en met kortere tanden eigenlijk. En die zorgt er nu echt wel voor dat ik gewoon wat beter haar eruit kan krijgen. Op een gegeven moment kreeg mijn vriend een oogontsteking. En dat had niet met de haren te maken, maar gewoon met zijn lenzen. Maar daardoor had hij wel wat gevoeligere ogen. Waardoor zeg maar de hoeveelheid haren die natuurlijk in huis vliegen en rond zworven. Toch wel wat belangrijker was dat we het huis eventjes wat beter haarvrij kregen. Dus ik moest vaker gaan stofzuigen. En met mijn normale stofzuiger werkte dat echt gewoon niet. Ik moest de hele tijd dat ding achter me aanslepen. Ik had een koord en al dat soort dingen. Wat is die aan het doen? Dus we zijn uiteindelijk van stofzuiger veranderd. En misschien heb je iets ervan, oké, dat klinkt niet heel erg spannend. Maar ik ben er zo ontzettend blij mee. We hebben nu namelijk een draadloze Dyson stofzuiger. En het is echt gewoon een geschenk vanuit de hemel. Het is echt gewoon zo. Ik had al langer zo'n stofzuiger op het oog. En iedereen die ik sprak, die er eentje had, die vertelde mij ook van, oh my god, het is het echt zo ontzettend waard. Hij is zo ontzettend fijn. Het is echt gewoon een lifesaver. En het is gewoon super chill. Wat ben je aan het doen? Ik ben super blij dat Dyson me contacteerde en ik heb van hun een stofzuiger mogen uitzoeken. Ik heb er echt met smart op zitten wachten thuis en zodra die binnen was had ik hem meteen uitgeprobeerd. En het is echt een lifesaver jongens. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Mijn routine is standaard dat ik elke dag eventjes door het huis chase. Ik neem alles mee in het huis. En het zorgt er echt gewoon voor dat ons huis een stuk minder stoffig en harig is. Daarnaast maakt hij ook minder geluid. Dus Barry is er minder bang voor, wat echt super tof is. Ik bedoel, Barry is nog steeds niet beste vriend met de stofzuiger. Maar hiervoor, als hij dan de vorige stofzuiger zag, dan schoot hij weg. Dus dat is eigenlijk wel een extra plus wat ik eigenlijk niet had verwacht. Super, super, super. Dankjewel Dyson. I love it. Nou, ga ik door naar speelgoed? Nee, we gaan niet krabben aan het kleed. Ja, ik heb het tegen jou, hè? Kijk hem liggen dan. Volgende idee. Ga ik door naar speelgoed. Zoals je vast wel hebt gezien in dierenwinkels en online. Er zijn super veel speeltjes natuurlijk. En elke kat is anders. Elke kat reageert natuurlijk weer op andere dingetjes. Barry's favoriete speeltje is een super budgetproof stukje touw. Ik heb bij de Action een keer een bolletje touw gekocht. Een beetje van dat ruwer, rustieker-achtige touw. En daarmee zijn we aan het spelen. En die vindt hij echt gewoon fantastisch. Na een paar maanden heb ik wel wat anders gekocht. En dat is namelijk het intelligentiebord. Ook die had ik al laten zien op mijn Instagram-account. En dat is eigenlijk een soort van plastic vierkant bord met allemaal verhogingen en dingetjes erin. En dan kan de kat zeg maar de snoepjes eruit halen en dan zijn ze op die manier er echt mee bezig. Ik vond dat intelligentiebord ook echt super fijn, want op deze manier kan die zelf een beetje spelen. Dan hoef ik niet steeds met een touwtje zo rond te slingeren. Dus ik vond die ook wel echt heel erg fijn. En als laatste heb ik een paar weken geleden een kattentunnel gekocht. Ook die ken je vast wel. Ik had eigenlijk een tijdje iets van, ik weet niet of ik een kattentunnel wil en of Barry er wat mee wilt doen. Maar op een gegeven moment kwam ik die keer tegen bij de Big Bazaar en ik zag dat je hem best wel klein kon opvouwen. Het is echt een topper. Sindsdien is hij zo'n fan van dat kattentunneltje. We zijn er altijd mee aan het spelen. En als hij niet aan het spelen is, dan vindt hij het leuk om er eventjes doorheen te schieten. En soms slaapt hij erin. Dus de kattentunnel vind ik ook wel echt een hele vette aanrader. Op het gebied van spelen heb ik ook nog eventjes 2 tips daaromheen. En dat is namelijk je speeltjes af en toe weg te halen en weer te vervangen voor andere speeltjes. Dus als je een beetje aan het roleren bent met je speeltjes, heeft de kat een beetje het idee van, hey, dat is een nieuw speeltje, het is weer iets nieuws. En dan zijn ze wat eerder weer erin geïnteresseerd. En een andere tip op het gebied van spelen is om met je kat te spelen voordat hij of zij wilt spelen. Ik heb namelijk bijvoorbeeld wel eens dat ik op de bank zit en op een gegeven moment begint Barry in mijn voeten te bijten, in mijn enkel te bijten.
beetje in mijn kuiten bijten. Ik wil aandacht, ik wil spelen. En als je dan daarop reageert door dus aandacht te geven en te spelen, leer je eigenlijk dus gewoon ja, ongewenste manier aan. Of een ongewenste handeling eigenlijk bedoel ik. Mij werd aangeraden om te gaan spelen met je kat eigenlijk net voordat hij wilt spelen. Dan zorg je er dus eigenlijk voor dat je niet dat moment hebt dat hij zo heel erg gaat vragen op een negatieve manier om aandacht. Ik geef een combinatie van nat voer en droog voer. Hij heeft altijd een bakje met brokjes staan. Het is van het merk Royal Canin. En ik gebruik daar 2 of 3 soorten van die ik met elkaar mix. En dat is wat ik van de Kettery had meegekregen. Zij had me gewoon laten zien van dit krijgt Barry altijd te eten. En ik heb gewoon precies die combinatie overgenomen. Verder geef ik hem ook nat voer, want ik vind het wel heel erg fijn om die twee met te combineren. Droog voer is namelijk heel erg fijn voor het tandsteen. Maar ik combineer het ook met nat voer. Als ik hem namelijk alleen droog voer geef, dan merk ik dat zijn drolletjes iets vaker in zijn vacht blijven zitten. Of dat ze wat lastiger eruit kunnen komen. Het klinkt echt een beetje heel vies. Maar we hadden dat bij Rama thuis ook. Oh ja, en het natvoer is van het merk Almo Nature. En daar doe ik nog een beetje water bij, zodat het nog iets natter wordt. Nou, op het gebied van snoepjes is elke kat volgens mij weer echt heel erg anders. Barry is bijvoorbeeld heel erg kieskeurig en die houdt eigenlijk alleen van zijn Cosma Snacky snoepjes. Dat is soms voor hem echt als drugs. Als ik het zeg maar open, begint hij gelijk te miauwen. Komt hij naar me toe, hij slaat het heel vaak uit mijn handen. Dan wordt hij echt gewoon bijna agressief van zo ontzettend lekker vindt hij het. En dat is ook wel heel erg chill, want met deze snoepjes krijg ik echt alles voor elkaar. Als hij soms zeg maar in de kamer zit waar ik hem niet uit krijg, omdat hij dan onder een kast zit. Ik hoef alleen maar eventjes te schudden met dat doosje en hij komt er gewoon gelijk aan. Deze snoepjes heb ik trouwens ook gebruikt om hem te leren om aan de krabpaal te krabbelen. Snoepjes bij de krabpaal gehouden en dan ging hij krabbelen en dan kreeg hij een snoepje. En dat deed ik dan echt super vaak achter elkaar door. En van snacks ga ik nu door naar water. Ik heb namelijk voor hem een waterfonteintje. En dat heeft eigenlijk 3 plekjes waar dan water zo doorheen stroomt. En dat fonteintje zorgt ervoor dat er een soort van lopend water is. En dat vinden katten vaak lekker, weet je wel. Je hebt wel eens van die katten die uit de kraan drinken. Dus gewoon omdat ze lopend water heel erg lekker vinden. Kattenbak, dat klinkt misschien niet heel erg boeiend. Maar ook daar heb ik nog een paar tips voor. Nou ja, niet per se mijn kattenbak nu zelf. Ik heb deze meegekregen van de Kettery. Dus die is echt totaal niet spannend, totaal niet sexy. En totaal niet Instagram interieur waardig. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb onlangs een nieuwe kast gekocht. Dit is de PS Locker kast van Ikea. Die vond ik echt super leuk. En die hebben gekocht omdat ik heel graag de DIY kattenbak hack wilde gaan doen met deze kast. En eigenlijk komt dat erop neer dat je gewoon je kattenbak in een kast zet en dat je een soort van een luikje maakt waardoor de kat dus in de kattenbak kan, maar die is dus wat meer verborgen waardoor je niet zo die lelijke kattenbak ziet staan in je interieur. Ik woon nu momenteel gewoon in een appartement met een paar kamers waardoor de kattenbak in de huiskamer staat. Maar in verband met corona ben ik er nog niet echt aan toegekomen, want ik wilde heel graag deze DIY met mijn vader gaan doen. Maar mocht je benieuwd zijn, ik zal eventjes een linkje in de beschrijving plaatsen van een DIY video met precies die kast. Zodat je een beetje een idee hebt van welke DIY ik bedoel en welke hack. Het enige wat ik nog met Barry heb is toch dat hij toch nog best wel graag aan mijn bed krabbelt. Aan het kleed is en aan de bank. En het is niet heel erg hard krabbelen, maar het is vooral krabben omdat hij aandacht wil. Dus eigenlijk vooral op dat soort momenten. Dus hij heeft best wel wat haaltjes, wat ik echt wel heel erg zonde vind. Maar ik heb serieus echt bijna alles al geprobeerd om te laten zorgen dat hij niet krabbelt. En hij krabt ook best wel regelmatig aan de tv als we aan het kijken zijn. En ik kreeg ook nog wat vragen of ik misschien wat tips had voor hippere krabpalen. Ik heb zelf echt een super toffe in de vorm van een cactus. Die zal ik ook eventjes in de beschrijving linken. En ik zal daar nog meer leuke kattenaccessoires linken die er tof uitzien. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze Barry video te kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Laat me eventjes weten in de comments of je zelf ook een kat hebt. Of dat je misschien een hond hebt. Of heb je een ander huisdier. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op Instagram. En ik zie je heel snel weer terug in de volgende video. Doei doei!